Sparta Sparta won met 5-1. Sta ik met trainer Simon Ouali. 3 wedstrijden onderweg. Dus we zijn weer begonnen. Ik ben blij dat de vakantie over is, de voetbalvakantie. Ja, zeker. Weer een mooie uitdaging weer om team neer te zetten die eigenlijk provisie moet maken. Zeker stappen moet maken, ook ten opzichte van het verleden jaar. Dus ja, we hebben nu wat spelers erbij die toch wat ervaring hebben. En ik hoop dat ze dat ook over kunnen brengen aan de rest. En dat we daar ook voort kunnen borduren. Heb je dat de laatste 2 jaar bij Sparta een beetje gemist? Mensen met ervaring? Ja, onder andere, maar ook gift om de wedstrijd echt te winnen en de duels eigenlijk aan te gaan. En dat hebben we zeker gemist. En nu heb je toch wat 2 jongens die zeker dat mee kunnen brengen. Dus je power. Ja, power. Ja, en een beetje meer beleven en in de rest van de groep de waarheid kunnen vertellen. Ja. Ik merkte zaterdag en dat merkte ik vandaag ook weer als het een beetje te makkelijk gaat. Dan zie je ook een paar jongens een paar trucjes doen, achter het standbeen langs. Vind je dat vervelend of kan je dat wel handelen? Nee, ik vind het zelf vervelend, daar hebben we het ook over gehad. Ik heb het ook daarop gehamerd. Dat is gebrek aan discipline en dat moet eruit. Omdat je eigenlijk op dit moment toch gedwongen wordt om zelf heel anders te spelen. Dan ga je met het spel mee met de tegenstander. Een beetje tegenstander uitdagen. En dan de kruis. We sluiten erin in zo'n elftal. En dat moeten we zeker eruit. En vooral, ik heb het goed gezien. Dat zaterdag ook gebeurde, vandaag ook. En op een gegeven moment moet het eruit. Ik ben tevreden tot nu toe over de eerste paar weken voorbereiding. Ja, wisselvallig toen en toe, Mark. Kijk, we hebben fases prima gespeeld. We zijn niet constant genoeg om toch vanuit de discipline te spelen. Kijk, dat gebeurt ook op hoogste niveau bijna nooit dat je 90 minuten echt vanuit de discipline kan spelen. Want dan moeten we wel richting die 70-75% in plaats van 50%. Ja, dat zag je toch op een gegeven moment in plaats van dat je zelf 6-7-0 maakt. Dan krijg je nog een goal weg, geef je nog een corner weg, wat vrijtrappen weggeven. Weet je, dat moet er allemaal uit. En vooral die eerste helft, bij Vlaga aardige stoel aan speelden. Alleen op een gegeven moment als het te makkelijk ging, dan gaan jongens dingen doen die de voetbalsituatie niet vraagt. En dat moet ik proberen wel eruit te krijgen, ja. We zijn intussen zin in al, je geeft nog een goal weg in de blessuretijd tegen 10 man van FC Putten, wat 5-0 staat. Dat is eigenlijk voor het trainen wel lekker in de voorbereiding, hè? Dan heb je altijd op te hameren. Absoluut. Kijk, ik maak er geen geheim over. Ik ben nog niet tevreden over de backs. Dus ja, daarom ben ik constant aan het aan het rolleren. Als je zelf de hele voorbereiding hebt gevolgd, hebben ze tot nu toe geen voldoende gescoord. Ja, behalve eentje, die heeft het vandaag redelijk gedaan, vorige week ook. Dus, maar de rest ben ik nog niet tevreden over. De wedstrijd van vandaag, het was een wedstrijd om een Veluwe Club heet dat dan. Ja. Je zou kunnen zeggen, ik zit nog een beetje in op het spel, maar de manier waarop Putten vandaag, met name fysiek, het duel niet schuwde, dat was ook niet de schoonheidsprijs, hè? Nee, maar daar moeten we ook zelf voor haken. Kijk, gelukkig bleven wij voetballen. En de scheidsrechter heeft het zelf een beetje in de hand gehad. Als hij zeg maar vroegtijdig een beetje te kort hield, dan was het niet uit de hand gelopen. Tenminste, uit de hand wel 5-6 gele kaarten. Volgens mij een rode kaart. Ik weet niet, waren het er 4-5? Geen idee. Maar het ging er wel hard aan toe. Kijk, het allerbelangrijkste is dat ik hou mijn team in de gaten, dat we geen schade oplopen en dat we niet met het spel meegaan. En we hebben het redelijk volgehouden. Alleen qua voetbal moeten we het wel af kunnen straffen. En dat hebben we toch eigenlijk niet goed gedaan. Nou, je verliest van Kammen in zo'n duel. Vorige week, of ja, zaterdag tegen Drachten Boys en Rademaker eraf, die er vandaag niet bij is. Ja. Hoe ernstig is het met die twee? Kammen, ik denk dat hij gekneusde reven heeft. En Richard, die klopt zijn rug. Ik hoop dat hij morgen de training zal hervatten. Maar tot nu toe een prima voorbereiding gehad. Iedereen heel. En we missen nog Tarek, die als het goed is zaterdag aansluit bij de groep, die zijn week intussenuit. Tenminste, weer familiebezoek.
Maar natuurlijk kan ik niet ontevreden zijn over de voorbereiding. De A-junioren, vier A-junioren ingepast, waar ze eigenlijk gisteren met de tweede mee hebben gespeeld. En die moeten we langzaam brengen. En uiteindelijk hou je toch een groepje over waar je wat meerdere opties hebt. Zaterdag speel ik tegen RTVB. Dat is wel grappig, want dan speel ik drie weken later voor de competitie tegen. Ga je alle proeven op tafel leggen of toch maar een beetje twee teams door elkaar wisselen, zeg maar? Nee, kijk, wij moeten gewoon, we hebben een bepaalde visie. Of het is voor over drie weken is het een heel andere wedstrijd. We moeten gewoon dicht bij onze kwaliteit blijven en proberen gewoon aan de automatisme te werken. Ik ga er geen geheim van doen. Maken natuurlijk, maar we gaan gewoon lekker ons eigen spel spelen en kijken. Het belangrijkste is het publiek van maken en dat staat voorop aanstaande zaterdag en uiteraard de resultaten niet te vergeten. Ja, het publiek heb je vandaag gemaakt. Laatste vraag, het gaat over de technische staf. Je hebt er een nieuwe man bij, Klaas Bozijtse. Ja. Hoe gaat die samenwerking? Nou, Klaas ken ik van met Kai Turkeg, trainer was van de beste parten. Die was ook jeugdtrainer. Klaas is een voetbalkenner en ik ben blij dat hij erbij zit. Echt een Nijkerkse jongen. Heel veel kijk op het spel. Het is een jongen die ook straks zich bezig gaat houden met individuele trainingen. Vooral het verdedigen. Samen met Marco. En die gaat gewoon mij op maandag assisteren en vooral op het moment dat ik in kleine partijen ga trainen, dan zit hij er ook bij om kort erop te zitten. Dus dat is wel een te goede waarde voor de staf, ja.